Goedendag en welkom bij Privé TV. Vanochtend bereikte ons het trieste nieuws dat Hans Breukhoven is overleden. Evert Santegoets is hier. Evert, goed dat je er bent. Goedemorgen. Jij was al een tijdje ziek. Hoe zagen de laatste maanden eruit? Nou, dat moet een triest verhaal geweest zijn in Londen, ver weg van alles en iedereen, van wat hem lief was. En het is natuurlijk sowieso een triest verhaal geweest dat een man die alles had, ook alles kwijtgeraakt is. Ja, hij was natuurlijk bekend van de Free Record Shop. Ja, dat zijn concern is omgevallen, zijn gezondheid raakte hij kwijt, zijn privégeluk. En op een gegeven moment is hij zijn heil gaan zoeken in Londen, wat meer was, omdat hij daar niet altijd geconfronteerd werd met zijn verleden. En hij kon opgaan in die miljoenenstad, daar genoot hij heel erg van, alle perikelen in zijn privéleven die hij heeft gehad. Alleen toen liet ook nog zijn gezondheid in de steek. En het heeft eigenlijk nog lang geduurd, alvleesklierkanker, daar meer dan 2 jaar over doen. Nee, dat is geen plezierig einde geweest en dat hadden we hem allemaal anders gegund. Ja. Heeft hij toch veel contact gehad met zijn ex Connie Witteman? Die zegt daar heel weinig over. Ze heeft vanmorgen het nieuws wel bevestigd. Ze vertelde hem ook dat ze niet naar de begrafenis gaat, maar Hans op haar eigen manier zal herdenken met de kinderen of de kinderen er wel naartoe gaan. Ik begrijp in ieder geval dat het lichaam van Hans op een gegeven moment wordt overgebracht naar Nederland. Dat er een herdenking zal plaatsvinden in Rotterdam, de stad waar hij vandaan komt. En dat mensen die hem lief hebben en lief hadden, daar afscheid van hem kunnen nemen. Het is een heel bijzondere man geweest. Hè? Een self-made man die met één platenwinkeltje begon, daar een enorm concern van maakte in meerdere landen met van die enorme platenzaken als Fame op de Dam. Ja. 200 winkels had op een gegeven moment, maar toch niet gezien heeft dat downloaden en internet ook heel veel gevaren met zich meebracht. En ja, dat is de reden geweest dat hele imperium in elkaar brokkelde en uiteindelijk zelfs failliet verklaard werd een paar jaar geleden. Ja. Sprak jij hem nog veel? Nee, ik heb na alle scheidingsperikelen die ik nogal op de voet gevolgd heb destijds, contact met hem wel verspeeld. Met Connie is dat wel weer goed gekomen, met Hans nooit meer. Ook door zijn ziekte, denk ik. Ik denk als we langer tijd hadden gehad, dat het wel goed gekomen was. Want ik heb altijd heel veel bewondering voor hem gehad. Vooral hoe hij met niets begon en eigenhandig zo'n enorm imperium als Free Record Shop heeft opgebouwd. En dat het op die manier is afgelopen, eerst met de zaak en nu met hem, dat is echt buitengewoon treurig. Ja, afschuwelijk, dankjewel. Dit was Privé TV over het treurige nieuws dat Hans Breukhoven op 70-jarige leeftijd is overleden.